Yes, mensen, zijn we weer. Je wekelijkse basketbal-update van de B-Next League. En ik heb weer twee toppers die elkaar van het weekend gezien hebben. Ik heb foto's gezien met gekke hoedjes. En ik heb een wedstrijd gezien in Oostende. Geweldig. Heb jij een wedstrijd gezien in Oostende? Ik heb een stukje zitten kijken thuis. Je hebt de wedstrijd van Oostende, maar je hebt niet de wedstrijd in Oostende gezien. Ik kon helaas niet. Ik had andere verplichtingen. Maar, we hebben je gemist. Ja. Maar het management technisch kregen we het niet voor elkaar. Er moesten ook nog andere dingen gebeuren in het gezin. En zolang we niet 10.000 euro per week betaald krijgen voor dit andere keuzes maken. Anyway, het was leuk. Jullie hebben elkaar weer gezien van het weekend. En dat is volgens mij, een heel universum lacht dan als jullie twee weer bij elkaar zijn. Toch? En jullie ook. Ja, we hebben elkaar niet zo lang gezien, hè? Maar we hebben elkaar wel even gezien, hè, Henk. Nou, ik ben vooral blij dat ik de kinderen van Sander even heb gezien. Hè? Ik had zijn jongste zoontje heb ik nog nooit gezien, dus dat was heel tof om te zien. We zijn even bij hem thuis geweest bij Sam. We hebben even lekker pizzatje gegeten. Kindjes hebben we lekker gespeeld. Nee, het was gezellig, man. Het is goed om elkaar te zien en leuk om de wedstrijd ook te zien. Ik zal maar gelijk even over de wedstrijd beginnen. Ik ga gelijk even over. Eerst, ik ben natuurlijk in Oostende geweest. En Sam die had mijn tickets geüpgrade. Dat ik ook boven in de VIP. Hè, dus dat is wel leuk. Zo. Maar het verbaasde mij hoeveel mensen naar mij toe kwamen. Naar mij toe kwamen, viel op zich omheen. Maar er kwam toch een handjevol mensen die mij zo over die hele dag. Want ik was daar denk ik een uur, anderhalf uur voor de wedstrijd was ik daar binnen. Hoeveel mensen mij aanspraken. En dan krijg je opeens een Belg die zegt dan. Hey Henk, proficiat. Ik zeg, proficiat. Ik ben een jarige. Maar een proficiat met de podcast. Dus mensen vinden het hartstikke leuk in Oostende. En dat is grappig. En die zeggen er allemaal wat over. En ik zou nog even een shout-out doen naar Frank. Frank die is heel lang fan van Oostende. En die komt tot uit. Die heeft Sam nog meegemaakt in het allereerste kampioenschap met Sam. En nu is Frank of Frankie? Frank. Frank? Ja, Frank. Ah. Ja, Frankie. Ik weet niet. Frank. Hij zei Frank. Ja, te kunnen dat Frank is, ja. Ja, je weet wie Frank is. En die daar nee, ik weet wie dat Frankie is. Ik weet niet wie dat Frank is. Frankie. Ja, redelijk grote man. Ah ja, nee, dat had niet Frankie geweest in. Dus vertel maar voort, Henk. Nee, maar dat was gewoon gezellig. Dus ik wou dat even zeggen, dat ik het leuk vind. Verder over de wedstrijd. Kijk, daar wil ik ook wel even heel eerlijk zijn. Je gaat, nog iets, de zaal. De zaal is top. Ik had de zaal nog nooit daar gezien. Ik vind het hartstikke mooie zaal in Oostende. Het is groot. Hè? Ik kon ook mijn auto kon ik boven parkeren. Kon ik in één keer doorlopen de VIP in. Sta je boven in het stadion. Kun je lekker drinken. Ze zijn helemaal aan het eten. Het is echt een leuke, geweldige sfeer. Dan heb je het affiche. De nummer 1 van Nederland tegen de nummer 1 van Oostende. Heroes was gewoon slecht. Gewoon slecht. Ja. Daar kunnen we het lang of kort over hebben. Die waren slecht. Die waren slap. Maar ik vond Oostende ook niet heel goed. Ik vond eigenlijk een hele tegenvallende wedstrijd. Het gat werd al heel snel geslagen. Hè. 20 punten snel het verschil. Jefferson die speelde fantastisch. Nou moest ik er nog even iets inbrengen van Maarten. Die zei dat de paas van Sam te hoog was naar Jefferson. Ik zou er wel even een poll van willen maken. Dat jij die zometeen eventjes laat zien, Matthijs. De paas van Sam op Jefferson. Die Jefferson niet vangt. Volgens Maarten was de paas van Sam gewoon heel onzuiver. Maar Sam die zei, nee. Jefferson had hoger moeten springen. En die had naar de bal moeten kijken, zei hij. Hij had naar de bal moeten kijken. Maar ik wil het nog wel eens eventjes terugzien. Hij was te hoog. Nee, maar de wedstrijd was ruk. Was echt ruk. En dat is jammer. Maar verder, de sfeer was prima. Het is ook vaak moeilijk, Henk. Je hebt nu gezien ook die wedstrijd. En het was denk ik ook niet het mooiste ploegspel bij ons, denk ik. Hè. We hebben vooral die kloof kunnen maken op basis van individuele acties vaak. En dan staan we er op een gegeven moment, denk ik al. Het was op een gegeven moment 33-13, denk ik, in het tweede kwart. Ja. Maar dan kom je in zo'n situatie dat wij gaan proberen om gewoon die wedstrijd te controleren. En
ja, als Den Bosch dan niet even een run maakt van 10-0 of zo, waarmee dat ze even terug in die wedstrijd komen, ja, dan ja, is die wedstrijd eigenlijk al dood van in het tweede kwart. Hè. Zo, maar jullie, ja. Kijk, weet je, jullie rebounden ze met 16 eruit. En het, ja, als je, het was gewoon dramatisch. De vrije worpen waren bij Den Bosch, ja, waren ze ook gewoon echt heel matig. 9 uit 21 vrije worpen. Dat is niet matig, dat is gewoon slecht. En dan wil ik er nog even bij zeggen, eigenlijk de twee belangrijkste, of nee, niet, dit zijn alle spelers zijn belangrijk, maar je hebt ook nog iemand die altijd wel voor vechtlust zorgt. Hè? Dus heb je Stoenbries en heb je ook nog DJ Fenner. Die deden alle twee niet mee. Dus dat maakt het dan wel weer gelijk dat het niet helemaal een gelijke matchup is. Maar ik miste wel een beetje vechtlust. Maar goed, tot zover de... oh ja, en dan heb ik nog een ding over. En dat heb ik ook aan Sam gevraagd. En dat vind ik wel... Ik heb die baskets gezien. En ik heb nog met niemand van Den Bosch gesproken hoor, over de wedstrijd. Maar ik heb die baskets gezien van Oostende. Stel, dit is de basket. Ja, hier. En je legt een plank bovenop. En op die plank leg je een bal. Ja? Blijft die bal liggen? Blijft die bal liggen? Nou, in mijn beleving denk ik dat als je hem zo neerlegt... dat die bal dan niet richting het bord rolt, maar eraf rolt. Dus dat die ring zo tegen het bord dan staat. Een beetje schuin naar voren hangt, ja. Well, dan is het in principe makkelijker om te dunken en zo, Henk. Ik heb niet veel dunks gezien in de match. Nee, dat klopt. Nee, maar om even het belabberde schotpercentage aan het begin, misschien een klein beetje een club waar ik werkzaam voor ben, een beetje recht te praten. Nee, maar even serieus dan, die basket hangt zo scheef als een hoepel, jongen. Ja, het heeft niks met de wielen te maken, hè? Ja, misschien ben ik het al gewoon omdat ik er alle dagen op train, maar ik weet wel dat ze aan één ring hebben ze wel gewerkt een aantal weken geleden, maar toen was dat veel erger. Nu staat hij weer goed. Ja, dus voor jouw gevoel is het recht, maar ik kwam er binnen, ik dacht zo, dat is... je weet toch, als je naar zo'n buitenveldje gaat, dat iemand net iets te lang aan zo'n ring heeft lopen hangen, dat je denkt, shit, ja, nou, dat is een... Ja, niet helemaal binnenkort. Zo, maar iets daartussenin, dat is een beetje de basket in Oostende. Binnenkort wordt het dus werkbal en geen basketbal. Hè? Nee, maar ik wil het juist opgooien, Sam, omdat jij me nog op een ander punt wees. Dat als wij dingen benoemen in dit podcast, dat er ook wat aan gedaan wordt. Zoals bijvoorbeeld bij... Sam? Joost! Ja. Die waren met 10 van het weekend. Matthijs. Jawel. Ze waren met 10 van het weekend. Ja, Joost speelde tegen OKP Aalst thuis. Nee, op verplaatsing hebben ze gespeeld. Nee, wacht, ze niet te vroeg keer. Ik zit een wedstrijd te vroeg. Tegen Kangaroos in Mechelen waren ze met 10. Ja, netjes. Zaterdag met 94-67 verloren. Maar wel met 10 man. Leuk. Ja, ze hadden mij niet gebeld. Ik was er niet bij. Ik kon ook niet. Hè, kan ook niet. Je mag ook niet meer tekenen. Ja. Dus, maar nu is de vraag, komt het door onze podcast of niet? Ik zou claimen. Altijd claimen. Ja, alles wat er gebeurt in positieve zin, claimen. Ik weet, niemand anders heeft dit aangekaart. Hè? Wij kaarten dit aan en wordt wat aan gedaan. Dus ik bedoel, wie kan anders de credits krijgen? Daarom. Nee, ik dus volgende match zie je een stand in de ring die in plaats van zo gaat staan. Ja, het zou kunnen. In moet lopen. Maar ik wil het wel even verteld hebben. Ja. Maar het was een beetje een deceptie. En volgens mij krijg jij nu een tricootje van Maradona, toch? Met een handtekening. Want dat of gingen we niet op reis met ons drieën naar de jacht in de Caraïben? Of was ja, dat zou ik zeggen. Ja, ik weet het, we hebben natuurlijk opnames, dat is een beetje jammer. Maar, anders kunnen we in een opnemen in die jacht, hè, Matthijs. Ja, ook leuk. Ja. Nee, dat lijkt me heel goed. Ja, nee, het was een beetje een tegenvaller, de wedstrijd. En door omstandigheden. We zullen niet de schuld aan de basket geven, maar dat helpt niet. Hey, en er waren in de Elite Gold nog een paar wedstrijden. Vrijdag speelde Antwerpen tegen Bal. Dat werd 89-68. Hey, trouwens, je ziet, Jovanovic heeft er ook een halfcourt shot binnen gegooid. Het was zelf toch ietsje verder. Ja. Nou, dan wordt nu dus de vraag, wie gaat uiteindelijk dit seizoen de verste halfcourt shot erin gooien? Ja, of nee, of een driekwart. Kan ook. Ja, precies. Vanaf de eigen voorplein. Full court. Maar dat wordt moeilijk. Ja, je moet gewoon een dieptepaas geven, Sam, en hem dan ook te hoog mikken. Dan valt hij er wel in. Voilà. Ervaring spreekt. Ja, Jovanovic speelde sowieso een dijk van een wedstrijd, als ik het goed begrepen heb. Dus daar zijn ze in Antwerpen
heel erg blij mee. En volgens mij, hij scoorde sowieso 29 punten in totaal. En 7 rebounds, had de eerste 10 punten. Oh nee, de eerste 4 baskets maakte die. Dus dat, ja, dan zet je wel even een punt. Bal bleef nog wel heel lang bij. Hè. We zijn verplicht nu, nadat we elke keer als bal een wedstrijd speelt, hebben het over de tegenstander. Bal, jullie hebben het weer goed gedaan. Goed gevochten. Aan het eind komen jullie 20 punten tekort. Maar hey, lekker bezig. Ik heb ook al, het is wel de tweede week op rij dat de postspeler van de andere ploeg toch redelijk dominant is. Hè? Nee? Ja. Ja. Want de week voor die was toch Kuta, hè? Vorige week, nee? Ja, en met 30 rebounds of 30 punten en 13 rebounds. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Maar nee, bal, bal heeft heel lang weer bijgebleven. Weer geen appeltaart, hè? Weer geen appeltaart. Dat is een goedkoop jaar, jongens. Dat is een goedkoop jaar. Heel goedkoop jaar, ja. Leiden heeft gewonnen. Uit in Hasselt, bij Limburg. 75-66. Ook vrijdag. Ja, netjes gedaan. Leiden, ja. Eerste uitwedstrijd. Leiden lijkt mij toch wel een beetje de Nederlandse ploeg van het moment te worden weer. Hè. En die goals zijn ze weer een stapje naar boven aan het zetten. Ze hebben 4-6. Thuis 3-3. Nu gaan we winnen in Limburg. Oké, Limburg heeft gespeeld weer zonder Roussini en zonder De Zeeuw. Dus Limburg heeft nog altijd wel wat blessures. Maar in Limburg, ja, draait toch even precies een beetje minder. Hè. Er was ook een heel boze time-out van coach Westphal in het derde kwart. Normaal gezien is dat een heel rustige coach. Hè. Ik weet niet of je het gezien hebt, Henk. Nee, ik heb het niet gezien. Ja, dat was het time-out. Ik denk dat het stonden 16 punten achter of zo. En hij riep, I'm done with the selfishness. En hij heeft alle 5 spelers vervangen. Ja, ik vind het wel terecht. Als, ja, dat kan wel even tellen als signaal. Hè? Ja, maar dat kan ook soms zelfs het moment zijn dat die coach eigenlijk geen toekomst meer heeft bij de club dan. Dat je zoiets hebt van... Ja, dat weet ik nu niet. Ze hebben natuurlijk de beker al binnen. Ja, dat is waar. Ze hebben al een goed seizoen. Ja, ze hebben al een prijs, maar dan kunnen ze zeggen van oké, we gaan voor nog een prijs. Want ik denk wel dat ze een ploeg hebben om zeer competitief te zijn. Ja, om jullie uit te schakelen. In de beker bijvoorbeeld, ja. Ja, dus... Maar hopelijk in de playoffs niet. Maar het draait daar nu precies toch wel een beetje minder. Ik kan niet zeggen sinds de beker. Ik vond het daarvoor ook al iets minder goed lopen dan voorheen. Dat winnen ze de beker wel nog. Maar ja, en nu in de gold hebben ze 3-6, denk ik. Dus ja, het is sowieso. Ze zijn een beetje warm en koud aan blazen. Ik ben benieuwd om te zien als ze nu terugkomt, als ze terug naar het niveau gaan groeien van voordien. Ja. Ja, dat is, het is altijd lastig. Hè? Het kan natuurlijk zijn, je kan twee kanten op zo'n ploeg. Hè? Die winnen dan en die pakken door en die varen, die gaan lekkerder op dat succes. Of die hebben zoiets van, ja, we hebben al gewonnen en we gaan gewoon lekker het seizoen uitspelen. En die jongens zijn in hun hoofd allemaal al bezig met deals voor volgend seizoen, omdat ze al een succesvol seizoen hebben en eigenlijk niet zo heel veel zin in de playoffs hebben. Dat klinkt heel, heel cru, maar in de werkelijkheid werkt dat soms wel zo. Ja, maar het is, ja, eigenlijk voordat Gold begon, dacht ik wel zo van ongeveer, ja, de top 3 in België gaan wel ongeveer vastleggen, denk ik. Hè. Dus Oostende, Antwerpen en Limburg, dat leken mij de 3 sterkste ploegen. Maar ondertussen staat Charleroi wel bij Limburg in de stand, hè. Dus die staan nu gelijk. En er zijn nog 4 wedstrijden te spelen, dus Limburg gaat zich toch moeten herpakken als ze die derde plaats willen vasthouden. Ja, maar ook, want je noemt Charleroi vorige week ijzersterk tegen bal. Tenminste, niet ijzersterk, ze verdedigden niet zo sterk. Maar ze winnen van bal en nu winnen ze van Zwolle, maar ging ook niet helemaal van hart. Het kon zelfs nog gelijk worden door, aan het eind werd nog 3 punten gemist door Zwolle. 66-63, dus ook Spirou staat niet, zoals vorig jaar, het zwarte beest uit te hangen. Ook daar moeizame overwinning. Black Horse. Ja. Nee, maar weet je, wat Charleroi dus wel goed heeft, hè, en dat onderschat je dan soms. Kijk, ze winnen nu wedstrijden, maar het is een puntje wedstrijd. En dat is wel een kwaliteit. Dat kan ook steeds de andere kant opvallen. En ook al is dan, en dat doet me een klein beetje denken aan Leiden vorig jaar. Leiden had vorig jaar, als je naar die wedstrijden keek, tegen je van, nou, wat is slordig. Maar elke keer als de puntje wedstrijd wonnen zij die wedstrijd. En dat heeft Charleroi nu eigenlijk tegen, ja, misschien wel tegen mindere ploeg als bal, met, zeg ik met alle respect.
En ook een mindere ploeg. Niet een mindere ploeg, maar en ook tegen een Zwolle. Dus ze kunnen wel competen. Ze weten wel wat nodig is om een wedstrijd te winnen. En dat is wel handig. En soms heb je dus ook teams die dus de hele tijd alles met 20 punten winnen. En op het moment dat dat spannend wordt, dan bezwijken ze eronder. Dus het is heel lekker om zulke wedstrijden vroeg in het seizoen, voordat de play-offs beginnen, die al gehad hebben. Want dan kan je vertrouwen op je ploeg. Iedereen is wat iets minder nerveus van, we staan een puntje achter, we staan een puntje voor. Hoe houden we dit vast? Ik vind het altijd, als speler vond ik het altijd heel prettig om een paar van die wedstrijden te hebben dat je gewoon puntje, dat je dan pakt, in plaats van dat je alles gewoon met 20 punten wint. Al ga je daar natuurlijk wel voor. Ja, het heeft te maken met veerkracht en strijdlust inderdaad. En als je dat pas aan gaat zetten op het moment dat het echt cruciaal is, dan kan dat wel eens de plank misstaan. En de NBA ook wel eens over, toch? Flip the switch heet dat. Dat ze dan het hele seizoen cruisen en dan in de playoffs de switch flippen. Miami heeft daar een handje van. En dan ineens volle bak erin moeten. Nou, soms is dat een succes en soms lukt het dan alsnog niet om die switch te flippen. En dan, dan ga je... Ga je voor gaas? Wat wou je nog opmerken erover, Sam? Ha, weet u dat ze meegedaan heeft bij Zwolle? Vertel. Je vriend. Dickerson. Oh, hey. Ja, is er nog iets over naar buiten gekomen? Oblief? Is er nog iets over naar buiten gekomen? Niet, ik heb niks meer gezien. Nee. Maar hij heeft meegedaan, hij heeft 23 minuten gespeeld. Stond wel niet in de basis, maar hij heeft wel meegedaan. Dus ik dacht, ik ga dat nog even checken. Het was toch een gespreksonderwerp vorige week. Dus, ja, en ook wel op internet werd er ook nog wel wat over het een en ander over gezegd in de diverse fora. Maar blijkbaar is het intern opgelost, of in ieder geval genoeg opgelost om of onder het zand begraven, een van de twee. Maar hij speelt weer. Nou ja, dat is de betere. Ja, toch? Ja, zeker. En dan is er nog één wedstrijdje waar nog best wel wat over te doen was bij de fans van Donar. Eén wedstrijdje die ook gespeeld is zondag, Luik tegen Donar. Was een verplaatsingswedstrijd, want als ik dit goed zeg... Je gaat nu ook Belgisch praten, verplaatsingswedstrijd. Ja, dat klopt. Verplaatste wedstrijd. Ik moet zeggen, als ik een podcast met Maarten en Sam heb gedaan, dat ik dan gewoon 2 uur lang nog in mijn hoofd, dat de stem in mijn hoofd, hè, want ik heb heel veel last van stem in mijn hoofd, dat die nog Belgisch praten. Ja, zeker. Heb je dat dan ook als je bijvoorbeeld, ik heb het wel eens als ik Engels moet spreken, en ik spreek bijvoorbeeld... Ja. Engels met Servië en met Serven of zo, dan ga je opeens ook dat accent een beetje aannemen, terwijl je... Ja, maar het is heel sympathiek, hè? Het is omdat je dus blijkbaar respect hebt voor de ander en de ander waardeert. Dus in dit geval Serviërs, of in mijn geval Belgen. Nee, dat je er toch een beetje naar hun niveau toe gaat. Ja, is dat dan hoger of lager? Ja, dus dat, die vraag laat ik open. Die vraag laat ik open. Nee, maar Luik speelde, is prachtig derde geworden in die fantastische Europese competitie. Netjes gedaan. Derde in de Viking Cup, jong. Ik heb die beker gezien, hè. Ik heb foto's gezien van die beker. Die beker, ik denk dat die groter was dan de beker van België. Nou, hier zie je, dat betekent echt wel wat. Dat is geen compensatie. De bonus ook, of dat niet? dat weet ik niet. Ik zou eens moeten informeren dan. Ja, we moeten even checken wat ze daar nog meer aan overhouden. Maar Luik rekende wel af met Donar. Nee, maar waarom was daar zoveel rond te doen, Matthijs? Want ik was eigenlijk niet zo goed mee met dat verhaal. Nou, moest normaal gespeeld worden. Wanneer dan? Vrijdag of zo? Ja, volgens mij wel, maar dat ging dan natuurlijk niet. En er waren, als ik hiernaast zit, dan weet ik zeker dat de mannen van Doriso Radio mij onmiddellijk gaan verbeteren op het internet. Maar die wedstrijd stond volgens mij oorspronkelijk op vrijdag. Heeft nog heel lang op allerlei officiële sites ook nog op vrijdag gestaan. Is uiteindelijk zondag gespeeld. En dat was vervelend, want er zijn fans vanuit Donar die al ver van tevoren hotelletjes boeken voor zo'n wedstrijd te bezoeken. Dus die hadden op vrijdag een hotel in Luik. Nu ga ik met mijn teamweekend, trouwens, bedenk ik me nu, met mijn basketbalteam, gaan we ook naar Luik ergens in juni. Maar goed, dat heeft niks. Waarom zijn dat, jongen? Waarom zijn we naar Luik gaan? Ja, Luik, toch mooi. We zijn al in Gent geweest vorig jaar. Dus nu gaan we naar... ga toch proberen weer een stapje hoger te komen. Hè? Weer wat interessantes te zien. Nee, gewoon Luik. Er zijn ook leuke dingen te doen. Anyway, maar Luik wint van Donar. Ah, maar dat was... Ik heb dan een foto gezien op Twitter van die mannen van Groningen. Zijn ze dan niet naar Limburg-Leiden gaan kijken?
Oh, dat zou wel kunnen. Ja, dat is natuurlijk op zich nog wel te doen. Ik zou daar zoiets passeren. Ja, dat klopt. Ja, ze stonden inderdaad bij Limburg Leiden. Ja, nou ja, dan vind ik dat ook alweer ziek dat ze toch nog een andere match meepikken. Dat is mooi. Ja, ja toch? Ja, zijn zeker. Ze dan voor Leiden of zijn ze dan voor Limburg. Ja, dat gaat dus moeten vragen. Ja, nou, dat horen we graag. Maar hey, dat is ook nog even iets. We hebben het altijd over de Groningse podcast. Maar ZZ Leiden heeft er natuurlijk ook een. Hè? Dat kregen we ook even te horen. ZZ Leiden heeft ook inderdaad een podcast voor ZZ Leiden. Alleen maar goed, juichen we alleen maar toe. Hoe meer clubs met een eigen podcast komen, hoe beter. Ik heb er ook eens opgenomen, denk ik, met bij de club bij ons. Binnenkort komt er weer een serie. Vorig jaar hadden ze ook een serie podcasts uitgebracht met de spelers. Ze deden dan zo een beetje zoals wij de one-on-one doen. Doen ze ook altijd met de spelers. Oh ja. Leuk. En vorig jaar denk ik dat ze alle spelers gedaan hebben. Denk ik dat ze nu opnieuw gaan beginnen. Dus ik heb er een opgenomen onlangs. Denk dat dit binnenkort wel online zal staan. Ja, leuk. Nee, alleen maar goed. Hoe meer content er te consumeren valt over basketbal, de Binex, dus mocht er nog een club zijn met een podcast die we niet kennen... Roep het even. Wij promoten dat hier gewoon onder onze 200.000 volgers of zo. Hoeveel hebben we nu? Ja, minimaal. Ja, zeker. Nou, dat is een slechte week hoor, 200.000. Ja, en dan als je naar de stand kijkt, ja, daar is tenminste, het blijft allemaal een beetje Spirou en Limburg staan inmiddels naast elkaar. En ook Leiden en Hero staan naast elkaar, met Antwerpen er nog tussen. In de officiële ranking dan. Maar daar zal... weinig aan veranderen, denk ik. Bal onderaan, Donau onderaan, dan Luik, dan Zwolle. En dan komt Spirou en Limburg. Dus zijn er nog verrassende dingen over te vertellen? Of zeggen we, nou ja, hier gaat weinig geks gebeuren. Ik wil er nog wel wat over vertellen. Want je hebt nu dat gold natuurlijk. Ik heb het gevoel dat er niet heel veel meer in de ranglijst gaat veranderen. Nee, ja, ik weet niet, hè. Niet heel schokkend. Ja, oké. Ik denk dat er nog strijd is nu tussen Limburg en Spirou voor plaats 3 en 4. Maar bij jullie is er ook nog strijd voor plaats 1 en 2. Want Leiden staat wel ondertussen gelijk met jullie, Henk. Ja, maar ik denk dat Leiden nog wel een paar gaat verliezen. Maar dat is gewoon... En jullie alles winnen dan. Totaal objectief natuurlijk, hè. Den Bosch heeft nog een paar goede thuiswedstrijden. Die moeten ze pakken. En ik denk dat ze er ook nog wel een paar uitpakken. Ik verwacht niet heel veel verandering meer. En stel het zou wel omdraaien 1 of 2. Dan speel je dus eigenlijk voor... Ja, dat is natuurlijk het hele basketbal. Natuurlijk even in een notendop. Maar dan speel je eigenlijk dus alleen voor 1 thuiswedstrijd. Dat dan een uitwedstrijd wordt of andersom. Ja. 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 Nou ja. Ja, het is wel goed. Nee, maar het blijft bij mij altijd wrikken. En ik ga het nog een keer zeggen. Dat je speelt tegen die Belgische clubs waarbij je dubbele punten verdient... Maar uiteindelijk alleen de winnaars, de landskampioenen, spelen tegen elkaar. Dus dat zit bij mij nog. Dat ik denk van, nee, ik zou zo graag dan willen. Ik zou het wel tof vinden om gewoon een 5-serie zo meteen te zien. Tussen Den Bosch en Oostende. Of tussen Leiden en Limburg, zoiets. Of Antwerpen. Bedoel je in de halve finale? Ja. Ja. Ja, maar ja, dat komt er. Ja, nee, volgend jaar komt er ook wel. Om die wedstrijd terug te komen, Sam, want daar werd heel even snel over gehad. Denk jij dat een volgende stap in het professionaliseren van de B-Next voor de club zelf gaat zijn dat je een dag van tevoren naar die wedstrijd toe gaat? Zeker als je in het buitenland moet spelen. Kijk, ik snap dat als je een uurtje moet rijden, dat je dat niet doet. Maar zoals gisteren is die wedstrijd 3 uur, dan moeten ze toch al redelijk vroeg de bus in. Er zijn een paar geblesseerden. Het kan allemaal meespelen. En toen zeiden wij ook van nee, toen we in Spanje speelden, was eigenlijk elke wedstrijd, ook al moesten we 2 uurtjes met de bus, ging gewoon een dag van tevoren, ging een hotel in, dat je echt in zo'n ritme komt van een hotel, trainen, video kijken, de juiste voeding op de juiste tijd. En dan heb je die wedstrijd en dat iedereen ready is om te spelen. Ja, dat zou inderdaad in een ideale wereld zo moeten zijn. Hè? Maar ik denk dat ook... Ja, een beetje traditiegewijs, hier in België bijvoorbeeld, in Nederland volgens mij ook, altijd de gewoonte gehad hebben om de dag van de wedstrijd te gaan, hè, vlak voor de wedstrijd. Ik kan een voorbeeld geven, als wij naar Luik moeten gaan spelen in België, gaan wij normaal gezien ook niet de dag voordien. We gaan gewoon de dag van de wedstrijd en we zitten dan ook meestal 3 uur in de bus voor de match. Is dat ideaal? Ja, ik denk niet. Hè. Ik denk niet dat dat...
dat dat optimaal is voor uw prestatie natuurlijk, maar dat is al jaar en dag zo hier. Dus iedereen is daar dat, wel aan dat vind ik geen goede reden, Sam. Ik vind niet... Ja, nee, maar ik versta wat je zegt. Maar nu heb je natuurlijk wel, als je naar Nederland, bijvoorbeeld als wij naar Groningen moeten, zitten wij nu wel 5 uur in de bus. En dat is dan wel die een stap te veel. Jullie hebben wel een hotel. Maar in Groningen zijn we op hotel geweest, ja. Maar zouden de Groningers, en dat weet ik even niet, en ik weet dat in Groningen een aantal vaste luisteraars hebben, gaan de Groningers wel een dag van tevoren daarheen om in een hotel te slapen en daar dat gewoon heel ritueel. Ja, dat weet ik niet, want ik denk zelf dat Groningen onze laatste wedstrijd is 3 mei en dat is die dubbele week. Dus wij spelen dan 1 en 3 mei, maar ik weet niet of dat Groningen dan ook 1 en 3 mei speelt of misschien nog op 30 april of zo, maar ja, wij hebben match 1 en 3 mei. Maar dus ik weet niet of dat zij dan de dag na de wedstrijd eventueel zouden vertrekken en dan in Oostende zouden komen slapen. Dat weet ik niet. Want ook, ja, bedoel, pak maar op een vrijdagavond, Henk. Als je van Groningen naar Oostende moet en je moet over Antwerpen heen, op een vrijdagavond. Dat is echt succes, hè, want dan moet je wel vertrekken om 2 uur middags, denk ik. Als het niet vroeger is. Ja, eens. Dus je kan beter in een hotel blijven slapen en dan gewoon er naartoe gaan. Ja, denk ik ook. Maar als ik me niet vergis, heeft de Liga wel een deal, of is Fletcher Hotels is een sponsor van de Liga, want die komen vaak op die BeNext TV en zo als reclameke erop. Heb ik al gezien een videosessie van onszelf. Dus ja, ik weet niet welke deal dat er daar op tafel ligt. Of dat ploegen daar goedkoper kunnen gaan logeren, ja of nee. Ik weet ook niet of wat er in elke stad zomaar een Fletcher is. Hè. Ik weet niet of dat er in Oostende een Fletcher is. Nee, maar je zou ook nog eventueel deals kunnen maken. Kijk, zo Groningen, als jullie naar Groningen gaan en Groningen komt bij jullie. Jullie hebben je contact in Oostende, zij hebben hun contact in Groningen. Zo werkt dat ook nog vaak, hè? Ja, Europees is dan meestal zo, ja. Maar kijk, ik ervaar het ook als prettig op een wedstrijddag. Als je 's ochtends even gaat schieten, dan ga je even naar je hotelkamer. Ja. Dan krijg je gewoon goed te eten. En dan ga je die wedstrijd spelen. Of dan kan je nog even slapen of niet slapen of rusten. Of iedereen doet wat hij wil. Dat is toch anders dan in die bus zitten. Maar dat heeft wel budget nodig. Want een hotelnacht. Plus dat je gewoon even zo'n heel team. Wat gewoon zeker wel een gemiddelde basketballer eet voor 2 personen. Dus dat gaat gewoon een hoop geld kosten. Ja, dat is sowieso een kost dat clubs, denk ik, nu vooral ook willen vermijden. Gewoon omdat, ja, we kennen ook meestal de financiële situaties van de clubs in België en Nederland. Het is niet dat veel clubs veel over hebben om zo'n dingen te doen, natuurlijk. Maar naar de toekomst is het inderdaad, ja. Ik zeg het, ja, wij doen dat nu wel op die wedstrijden die langer dan 4-5 uur zijn. Ik denk ook volgend jaar toe, als de complete heen- en terugronde wordt, dat er misschien wel wat meer op hotel zal gaan worden, maar ik denk dat de verplaatsingen die in principe niet langer zijn dan 3 uur, denk dat die nog altijd de dag van de wedstrijd zullen gebeuren, hoor, Henk. Ik denk dat er veel ploegen de beslissing gaan nemen om dan op hotel te gaan. En even kort, vliegen? Vliegen? Waarom? Nou, Groningen-Oostende. Ja, jongen, ja, je bent meer tijd kwijt met naar de luchthaven te rijden, daar te wachten op je vliegtuig te pakken, nee, dan een bus te pakken naar de stand. Ja, want je hebt ook de traffic in de file in Antwerpen. Ik gooi gewoon ideeën op, hè. Misschien een helikopter. Hey, maar je kan toch gewoon zo'n charter propellervliegtuig boeken? Waarom niet, jongen? Kom met de helikopter in. Ja, waarom? Het zijn toch een berg. Nee, dat zou wel mooi zijn, toch? KLM gewoon... Nee, we moeten ook een beetje aan de milieu denken. Aan milieu. Nee, eens. Beter met een dieselbus. Maar misschien wel een goeie dan. Kijk, nog voor volgend seizoen. Misschien als je dan zo'n... want volgend seizoen komt er dan zo'n vrijdag-zondag league, toch? Dat je op vrijdag en zondag speelt. Ja. Is dat zo? Ja, volgens mij was... Ja, tenminste, ik heb dat ergens opgevangen. Maar wellicht is dat niet... vertel ik misschien heb ik wel gedroomd, dat kan ook. Maar stel dat zou het geval zijn, dan is het wel lekker als je 2 teams gewoon uitspeelt, redelijk dicht bij elkaar, en dat je dan tussendoor kom je teams. Ja, dat is toch wel. Dan denk ik wel dat opzet moet zijn, toch? Dat je daar rekening mee probeert te houden in de kalender. Dat doen ze nu ook in Euroleague vaak, hè? Als er dubbele weken zijn, dan sturen ze ploegen vaak, bijvoorbeeld, zeg maar iets naar. Ja, nu niet momenteel naar Israël, maar vroeger hadden wij bijvoorbeeld Maccabi, dan deden we dat samen met FS of zo. Dus dan gingen we al die kant op en dan zaten we dichter om daarna door te reizen naar Israël. Dus dat is een beetje nu. Ja, zo'n dingen zijn er wel rekening mee. En Aris, zeg maar. Dat je dan en Leeuwarden en Groningen tegelijk kan pakken. Ja, toch? Ideaal.
Ja, toch? Nee. Hey, overigens, er is nog een voordeel aan met de busreizen. Dat zag ik ook weer toen Ajax met 6-0 verloor van Feyenoord. Dat is ook fijn, want dan kunnen de fans een bus opwachten. Want blijkbaar is dat wat je moet doen als je club slecht speelt. Als een club een slechte wedstrijd hebt, moet je de bus opwachten. Ik weet niet wat je dan verder moet doen, behalve de bus opwachten en boos kijken. Maar, is dat bij de fans, voetbal? Ja, bij de voetbal. Dat vind ik altijd mooi. Dan lees je altijd, ja, fans hebben de bus opgewacht. Dan denk ik, ja, en dan? Nee, dan gaan ze echt een stuk beter spelen. Ik snap dat je frustratie kwijt moet. Maar ja, bus opwachten van je eigen team en dan boos kijken. Graag wil ik nog wel even benadrukken. Dat met de busreizen, dat ik dat altijd wel relaxed vond, hoor. Ik vind het altijd heel relaxed. Ik vind dat chillen. Ik maakte net een grapje over vliegen. Maar met de busreizen is... als je gewoon een goede stoel hebt, is dat heel fijn. Dus ik zou heel graag met de dus busreizen is prima. Het enige waar ik voor pleit is dan van hey, zou je een dagje eerder met de busreizen. En als je nou wil weten, jij luistert dit, je kijkt dit en je denkt ja, maar in zo'n bus, wat gebeurt er dan allemaal? Ik zag toevallig een filmpje volgens mij van de Kangaroos vanuit een bus. Dat daar de contentmaker van dienst, die vroeg aan alle spelers, wat doen jullie in de bus? En dan vervolgens ging hij dat tijdens de busreis checken. En meestal was het antwoord, ja, ik ga meestal Netflix kijken of kaarten. En vervolgens had hij allemaal shots van slapende spelers. Dus dat is heel leuk. Dus volg ook vooral de content van de clubs op allerlei kanalen. Oh. Want daar zit af en toe best wel wat leuks tussen. Matthijs, Henk en ik hebben uren op onze Nintendo DS zitten spelen toen op de bus. Maar waar was dat? Dat is ook waarom dat die busreizen zo leuk zijn, omdat je gewoon ook, je kunt een beetje bewegen, je kunt een keer daar zetten. Cool, ja, maar dat is ook goed voor een ploegsfeer, vind ik. Omdat, als niet iedereen op zijn iPad zit te missen, hè, maar gelijk bij Oostende ook, zitten wij vaak met 6 of 7 man van achter in de bus en spelen we spel of zo, of leggen we een kaartje. Dat zijn van die dingen die wel goed zijn voor de ploegsfeer, vind ik. Dus. Mario Kart was wel gruwelijk, hè, want dat deden wij vroeger. Dus. Ja. En dan ging ik dus tussendoor thuis ging ik opzoeken van dat je van die shortcuts hebt. En dan waren opeens het race in een reeks zo de hele tijd achter, opeens achter. En dan moest ik ergens zo van zo'n berg hier afspringen en dan stond ik opeens eerste. Ja, dat gebeurde dan. En niemand die dat dan wist. En de hele tijd die ronde doen. Ja, dat was bij op het duur ging iedereen gewoon achter hen krijgen en kijken we dat idee. Ja, heel goed. Ik weet dat mijn zoontje nooit per se heel veel ambitie had om profbasketballer te worden. Tot ik hem dit verhaal vertelde. Dat ik zei, ja, maar Henk en Sam vroeger ze uitwedstrijden hadden. Gingen ze met de bus, mochten ze altijd de hele reis Mario Kart. Toen zei hij, oh. Dik, ik word profbasketballer. Dus het is ook een motivatie voor kinderen om voor dit beroep te kiezen, voor zover dat binnen je capaciteiten ligt. Ja, nog even heel kort om deze podcast weer af te ronden. Ook in de Elite Silver is gespeeld. Den Helder. Hey, jongens, wacht. Ja, Leuven heeft zijn eerste match verloren. Ja, deze week. Daar wil ik heen. Ongelooflijk, hè? Ja. Kangaroos in de doordeweekse wedstrijd, doordeweekse speelronde trouwens. De Kangang heeft de winning streak gestopt. Juist, de eerste die van de Leuven weet te winnen in 2 jaar tijd in de Elite Silver. Maar dat is eigenlijk geen echte dan, hè, vind ik. Oh, waarom niet? De Kangang heeft zich gestopt. Ja, het was een Belgische club. Belgische club. En eigenlijk zo bedoel je, ja. Ja, dat systeem dit jaar, Henk. Ja, ik heb trouwens nog gezegd, want daar is het ook wel nog spannend, hè, voor die Belgische clubs, voor die play-offs. Ja, bij de Nederlandse clubs is dat niet, want 3 van de 4 die spelen nog play-offs. Bij de Belgen vallen er nog 3 uit, 3 van de 6, dus dat is al iets meer. Maar Leuven voor de Nederlandse clubs is in Elite Silver een elletje. Ja, nou zijn er heel veel Belgische clubs in Elite Silver. Ja, er zijn veel elletjes, hè, Henk. Nee, maar ik heb gerekend, ze hebben 8 wedstrijden gewonnen, hè, de Nederlandse clubs, op 32, denk ik. Ja, waaronder Feyenoord, vorige week woensdag van thuis tegen Kortrijk hebben gewonnen. Wat, en ook 2-0? Wij hebben Nederland 2 next titels. België heeft er 0. Joost United heeft het thuis nog spannend gemaakt tegen Okapi. Daar was het 70-73. Dan hebben we nog een keer, of tenminste, dan hebben we nog de Suns tegen Mons. 66-78. Toch ook niet echt een veegpartij. Leuven heeft wel thuis gewonnen van Feyenoord met 91-64. Dus die zijn gelijk weer back on track. Mons Leeuwarden was ook redelijk spannend, 89-80. En dan heeft de Kangang weer dik gewonnen van Joost in eigen huis. En dan Brussels Okapi, 75-71 voor Brussel.
Dus ja, dan zijn we weer rond. Trouwens, Mons, Mons heeft ook al 6 overwinningen op rij nu. Hè? Ja, die gaan ook lekker. En je ziet het ook in de stand dat de nummers in de Elite Silver, nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn alle Belgische ploegen. En dan ploeg 7, 8, 9, 10 zijn de Nederlandse ploegen. Maar daar moet bij gezegd worden dat Kortrijk en Feyenoord Basketbal, die hebben exact dezelfde puntenverdeling. Ja, dus hey, Kortrijk is denk ik begonnen aan de zilver als 6e en is nu, staat nu als laatste Belgisch club, denk ik. Ja, die zijn helemaal door de grond gezakt, kun je wel zeggen. En, ja. Maar denk die gaan zelf niet meer, die gaan zelf niet meer meedoen voor de play-offs. Nee. En ik denk dat voor de Nederlandse play-offs, dan gaat het tussen Joost en Den Helder. En dat hebben ze vorige week gehoord toen wij dat zeiden van, hé, je speelt er nog ergens voor. Want sindsdien is Joost met 10 man. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Die gaan er nu wel voor spelen, blijkbaar. Nee hoor, Joost legt net als de andere clubs altijd wel strijd op het veld. Maar komen soms net tekort. Dat is denk ik de round-up van afgelopen week. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn, die heel belangrijk zijn om te melden? Zeker. Vertel eens. Gaan we het niet hebben over de Euroleague bij de vrouwen? Oh, wat een mooie afsluiter. Ja, we hebben vorige week natuurlijk behalve de standaard podcast, hadden we een podcast met Bob over Bob van Oosterhout, over de toekomst van de B-Next. Luister die zeker terug als je daarover meer wil weten. Maar we hadden ook nog een one-on-one met zowel Amaze Hof als Laura Cornelius. Beide speelden in de Final Four van de Euroleague Women. Uiteraard een Nederlands feestje qua content. Hè? Twee Nederlandse meiden waarin we beide ook allebei nog wel aangaven, ja, de tegenstanders zijn wel goed. En daar spelen Belgische meiden. En wie speelde uiteindelijk de finale? De Belgische meiden. Fenerbahçe, vrouwen moeten we zeggen. Fenerbahçe, ja. Tegen Villeneuve, tegen Lille. Dat is ook de coach van de Belgian Cats. Cats, die coacht dus ook Villeneuve Dask. Dus het was eigenlijk een soort trainingspartijtje voor de Belgian Cats, die finale van de Euroleague Women's. En man, deze man heeft daar de 6e Euroleague binnen, Henk. 6 Euroleagues, kun je dat voorstellen, man? Nee. Ja, die is nu mede-recordhouder samen met Torasi, met Alba Torrens en met Natalia Vieiro. Die heeft bijna meer wedstrijden, die heeft bijna meer titels in de Euroleague dan dat ik wedstrijden heb gespeeld. Ja, maar volgens mij wordt hij alleen recordhouder. Hè. Die is nog maar 30 jaar. Die kan nog gemakkelijk 2-3 Euroleagues erbij doen, denk ik. Hè. Ja, het is wel tof. Een beetje de Nadal van Nadal, wat Nadal op Roland Garros heeft, is Emma Meese man bij de Euroleague. Ja, ja, maar hey, die finale ook weer. Die is met 10 op 11 tweepunters. Ja. Ja, 6 assisten daarbij, 5 rebounds daarbij. En het was precies of dat was weer niks. Ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik daarover moet zeggen. Ja, hij is gewoon bijzonder, man. Echt bijzonder. Dat is echt, ja, ik denk dat dit, ja, dat is een fenomeen. Ik denk niet dat dat ooit, allee, we dachten al aan Wouters vroeger. Dat was echt absoluut de top. Die had al een palmarès om u tegen te zeggen. Maar Emma is dat dus aan het overtreffen. Hè. Die is nog een palmarès aan het uitbouwen dat nog groter is dan dat. Dat is gewoon weg. Ja, dat is... Ik kan niet zeggen dat dat ziek is, maar dat is zot, ja, hè, ja. Ziek. En, is heftig. Stop. Ja, heel heftig. Dus ja, back-to-back Euroleague champion, back-to-back MVP ook van de Euroleague. Denk niet van de finale, want daar heb ik niks van zien verschijnen. Ik heb niet kunnen kijken gisteren, ook was pas later thuis. Nee, maar ik heb de statline gezien en haar statline was weer in orde. Dus, ja. Ja, de Euroleague mannen, we gaan nu ook de play-offs beginnen. Ja, het is deze week play-in, denk ik. En ja, dan de week nadien play-offs, die starten. Ja. Ook in de NBA trouwens, ook play-offs vanaf deze week. Dus we gaan de eindfases in. Trouwens, nog iets gek. Hebben jullie dat ook opgemerkt? In de gold zitten alle ploegen nog maar aan 6 wedstrijden. En in de silver zitten alle ploegen al aan 8 wedstrijden. Ja, maar daar moeten ze een wedstrijd extra spelen. Hè? Nee, toch? Ja, maar je hebt toch die Belgen, die moeten toch een keer extra tegen elkaar. Ja, maar maakt niet uit, omdat er maar 4 Nederlanders zijn. Maar er worden in beide competities toch maar 10 wedstrijden gespeeld, Henk. Er zijn in beide competities 10 ploegen. Ja, misschien heeft dat te maken met de beker die toen gespeeld is. En zilver dan blijven doorgaan?
Je moet mij niet dan van die moeilijke vragen stellen, Sam. Maar nee, maar Silver heeft nu toch afgelopen week ook midweek gespeeld? Je hebt toch 2 wedstrijden gehad afgelopen week allemaal? Waarom zij wel en wij niet? Dat snap ik niet. Omdat jullie jullie hebben wat meer verzorging nodig, wat meer herstel en wat meer in de watten gelegd. Hè? Elite Gold is het is meer een diva league en Elite Silver is gewoon mijn bouwers. Dat zijn gewoon harde werkers door het stof. We hoeven niet eens te douchen na een wedstrijd. We gaan gelijk de volgende. Matthijs, de play-off starten voor iedereen pas op 8 mei hoor. Dus ik snap niet waarom dat die mannen hebben nu maar 2 wedstrijden meer in de komende 3 weken zeker. Ja. En wij hebben er nog 4. Dus ik vind dat een beetje raar. Ja, zo... Sta mij toe. Nee, maar dat zijn de mysteries van de B-Nex League af en toe. En dat hebben we maar gewoon te accepteren. Er zal vast iemand heel goed over nagedacht hebben. En er zullen ongetwijfeld redenen zijn waarom dit zo is. Ik weet het niet. Zou dat iets te maken hebben met de scheidsrechters misschien? Dat we niet genoeg scheidsrechters hebben om al die matchen in 1 weekend te kunnen doen. Zou kunnen we nou gewoon 1... podcast dat een keertje niet over de scheidsrechters hebben. Nee, maar dat is nu niet. Maar nee, Henk, dat is nu niet negatief over de scheidsrechters, over de prestaties. Hè? Ik vraag mij gewoon af. Hè? Nee, maar dat is toch geen onlogische redenering? Vind jij dat een onlogische redenering? Vind ik een onlogische redenering, want dan zou je het gewoon kunnen combineren. Dan zou je toch kunnen. Die scheidsrechters kunnen toch. Je hoeft toch niet allemaal op zaterdagmiddag te spelen. Je kan toch dan ook. Die scheidsrechters kunnen toch ook een beetje schuiven. Of niet? Of is dat zijn die niet flexibel? Ik veronderstel van wel, maar er zijn ook veel werkende mensen bij. Dus ik veronderstel dat een vrijdagavondmatch niet altijd evident zal zijn voor iedereen. Nee. Ja, duidelijk. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, want als je erover nadenkt, Henk, als je 10 wedstrijden... Ja, eigenlijk zou je af moeten afwisselen. Hè? Ja, dat zou het verschil niet 2 zijn. Dan zou het toch altijd nog 1 zijn, het verschil. En wat bedoel je? Als het met scheidsrechters te maken zou hebben, dan zou het verschil tot nu 6 en 7 zijn. Waarom? Je gaat dan niet zeggen, we gaan nu alleen even 3 weken zilver doen en daarna doen we 3 weken gold. Zo werkt het toch niet? Nou, ze hebben blijkbaar wel al meer midweek gespeeld dan ons, want die hebben al 2 wedstrijden meer. Ja. Nou ja. Nu ben ik aan het nadenken en eigenlijk heb je gelijk, want eigenlijk als je gewoon afwisselt dan zegt van kijk, de gold speelt dat weekend in België en de silver speelt dat weekend in Nederland, of vice versa, dan heb je geen probleem, want als je Nederland en België combineert, heb je wel genoeg arbiters voor 10 wedstrijden te doen. Ja, Matthijs heeft de hele tijd over dat hij nog wil spelen, maar volgens mij moet Matthijs gewoon scheidsrechter worden. Ook fluiten, dat is leuk. Zijn je al clubscheidsrechter geweest of zo, Matthijs? Ik fluit 2 keer per maand bij de club. En de zin die ik het meest uitspreek is... Ah, sorry man, dat heb ik gewoon niet gezien. Lachend. Sorry man, dat heb ik gezien, maar ik had geen goesting om te fluiten. Ja, die heb je ook nog wel eens. Ja, sommige wedstrijden beginnen laat en je wilt toch ook een keer naar huis. Dus het is vaak na je eigen wedstrijd, et cetera. Maar nee hoor, ik fluit, ik kan... tafelen, ik kan spelen, ik kan coachen, dus we doen alles. Nou, ik zeg niet dat ik het kan, maar ik doe het, laat ik het zo zeggen. Ik vind het leuk om basketbal op alle mogelijke manieren te beleven. Dat maakt het alleen maar leuk. Ja, nee. Ik denk dat we daarmee weer mooi bij een einde zijn geweest van deze podcast en dat we gewoon volgende week weer verder gaan. Misschien komt er deze week nog een NBA preview. Moeten we even kijken of we daar... Ja, gaan we doen. En ook even heel graag even in de reacties. Was de paas van Sam te hoog? Heel goed. Of had Jefferson hem moeten vangen? Ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Ciao.